Gelukkig nieuw 2020 duifjes in de vlog. Is wel een beetje koud. Mooi hoor, zelf gemaakt. Gaan we voor een vierde kindje. Ja, natuurlijk. Heb je wat verkocht, jongen? Ja, speciaal. Op naar. Nou. Dan liever dan anders. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En we hebben eindelijk kerstvakantie. Vanochtend hebben we heerlijk lekker uitgeslapen. En Lucilla staat alweer lekker te kokkerellen. Wat ben je aan het doen, Lucilla? Croissantjes aan het maken. Lucilla is croissantjes aan het maken. En Luan die zit weer voor de Kids Top 20. Een beetje vaste prik op zaterdagochtend. We zijn nog steeds op nummer 2. Hé, jongen. Duimpje omhoog, zit nog steeds op nummer 2. Goedemorgen, schatje. Ja. Wij gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Ja. Iets bijzonders doen. Want zoals jullie van ons gewend zijn, voor degenen die ons al wat langer volgen, willen we altijd wat teruggeven met de kerstdagen. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan met een goed doel. En hadden we allemaal cadeautjes aan kinderen gegeven onder de boom. Weten jullie dat nog? Ja, ja, weet ik nog. En dit jaar hebben we ook weer een heel erg leuk project. Want wij gaan... Ja, wij gaan opa en oma meehelpen, die zich al jaren inzetten voor Christ Home. En al ons speelgoed te verkopen. Ja, voor arme kinderen. Voor de arme kindjes, ja. En dat is misschien wel even heel leuk te vertellen. Daniel en ik hebben, nou, zou ik zeggen, 7 jaar geleden denk ik, toen wij met YouTube begonnen. Dat was een beetje de aanleiding dat we dit wilden doen. Dat vonden we leuk. Hebben wij dit meisje. Kijk, dit is Tausie. Dat meisje is Tausie in haar broer. En die hebben papa en ik eigenlijk al jaren sponsoren wij die. Echt? Dat is onze sponsorkindje. En dat is haar broer. En die heeft ook weer met deze kerst een lief kaartje gestuurd. Kijk, die heeft ze zelf gemaakt. Zie je dat, Luxie? Oh. Maar waarom doen mama en papa dat nou? Tausie, die woont in Tanzania. En toen wij Tausie gingen sponsoren, toen had Tausie helemaal niks. Die had bijna geen eten, bijna geen drinken. Ze kon niet naar school. Ze had niet een goed huis. En omdat mama en papa haar iedere maand sponsoren met wat centjes, ja, kan Tausie daar een leven opbouwen. Krijgt ze eten en drinken maar en huis en school. Hebben ook een papa en mama of dat niet? Ik weet niet precies van Tausie of ze haar ouders nog heeft. Maar niet alle kindjes die daar wonen hebben überhaupt nog hun ouders. En ook niet alle ouders kunnen voor de kindjes zorgen. En dat is wat opa en oma doen voor Christ Hope, voor deze organisatie. Die helpt dus kinderen in Tanzania een dak onder hun hoofd te hebben. En dat ze kunnen bouwen aan een toekomst. Gaan we al ons speelgoed van ons Bellinga speelgoedfonds gaan we verkopen. En al het geld wat we dan verdienen is voor Christ Hope. Oh, leuk! En alle kindjes die de speelgoedjes kunnen kopen, die kunnen dus voor een prikje onze speelgoedjes kopen. Ja, oh, Luxie komt hier ook kijken. Gaat Luxie ook meehelpen? Gaat Luxie ook meehelpen? Hier, met je mooie strekje. Ja. Nou, dus we gaan zo eventjes lekker de croissantjes opeten. En dan gaan we op naar... Opa en oma. En oma. En ook een goede morgen namens papa. Ik heb ook lekker uitgeslapen. Ze uitslapen, ja. Ja, ik was vanochtend wel wat vroeg wakker, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen ben ik even uit geweest om 4:30. Maar toen dacht ik toch weer om 4:30, 5:15. Ik kroop weer lekker bij ze. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Laat jij de pupjes even uit? Trouwens, mooi weer vandaag. In de vlog de eerste dag van 2020. Achtste paaltje. Doeg. Mijn kleine meisje wordt groot. Goedemorgen, Luxie. Hey. Ga je ook met de laarsjes mee? We staan in de weiland, zei opa. Ja. Luxie komt eraan. Hebben ze lekker gewandeld? Heel gelukkig nieuwjaar in de vlog, Luan, Stella en Luxie. Nou, we hebben de tassen gepakt, maar voordat wij gaan realiseren we ons. Het is vandaag voor jullie in de vlog nieuwjaar. Ja. Dus voor iedereen gelukkig nieuwjaar. 2020. Ja. Maakt er een heel mooi jaar van. Hopelijk hebben jullie een fijne jaarwisseling gehad. Wij gaan het allemaal nog meemaken, maar ja, hopelijk mogen jullie ook in 2020 van onze vlogjes meegenieten. Jullie weten inmiddels dat het een en ander veranderen is in YouTube. Wij weten ook niet precies hoe of wat. Wij gaan het gewoon afzien, maar we hopen natuurlijk jullie gewoon lekker weer mee te nemen in 2020 met al onze familieavonturen. Ja, en wij blijven gewoon elke dag een leuk dagboekje maken. Ja. Of je nou ziet op YouTube of op ons Bellinga TV. TV app. Ja. Dat maakt allemaal niet uit. Ja. Wij gaan gauw iets leuks doen. Ja, we gaan vandaag jullie weer meenemen. Ja. We gaan naar Oosterwolde, zei Daniel. Volgens mij is het een Oosterwolde. Opa die appte net al. En die zei van, hey jongens, we staan in een weiland.
Hier staan de kraampjes in een weiland. Neem maar de laarzen. De laarsjes die zijn al aan. Nou, zitten jullie er klaar voor? Ja. Riemen om en ga met die banaan. Ja. Oh. Papa was zijn laarzen kwijt. Ik maar... had een mooie laks gedaan. Mijn vader zei, we staan in de weiland tussen de koeienboel. Ja. Doe maar je laarzen. Goedemorgen, oma. Kom in de achterbak hoor, met je tassen. Hallo. Gelukkig nieuwjaar in de vlog. Het is vandaag de eerste dag van 2020. Gelukkig nieuwjaar. Bagage komt in de achterbak hoor. Dat is nog ruimte genoeg, ja. Wij hebben de auto geparkeerd en oma die is al met Lucilla onderweg. En het is hier echt een heel schattig, het is een kerstmarktje. In een weiland van de koeien, jongen. Ja. Zie je dat? We hebben al wat koeienvlaaitjes gezien. Koeienvlaaitjes. En ze hebben de laarsjes aan. En dan gaan we eerst eens eventjes zoeken waar opa is. Want opa die moet hier ergens zijn op een kraampje. Hier, die moet het ergens zijn. Hier gaan we opa zoeken. Zie je dat? En Lucilla is al met oma ergens heen. Opa die staat hier ook met de ijsbaan van Schaatsje Wezenloos voor Christ Hope. En opa die helpt dus mee met de schaatsbaan. Maar volgens mij ziet Luan opa al. Hey! Hebben we de schaatsbaan gevonden? Ja. Waar is opa? Hey Lucilla, heb je opa al gezien? Nee? Heb je het koud, liefie? Nou, Lucilla had het koud, dus die hebben we even een klein beetje ingepakt. Zil? Ja, Luxie is ook weer wakker. Je hoort natuurlijk hier dat er weer van allerlei gezelligheid is. En die hoorden opa en oma. We gaan eens even kijken, Zil. Ja? Waar we opa kunnen vinden. Hey! Hallo! Hallo. Hoi! Hoe is het? Alles goed, ja. Hartstikke goed. Hallo, opa. Hey, jongens, kijk eens. Kijk, hier liggen al onze speelgoedjes. Zien jullie dat? Zil, heb je het koud, schatje? Ja. Yeah. Nou, hier gaan we kijken waar we alle spulletjes kunnen verkopen. Hè? Zien jullie spulletjes liggen dan? Allerlei knuffeltjes en speeltjes. Ja, en dit is je kassa, Luan. Hey, en weet je deze nog? Ja? En de boekjes en deze, hoe je moet klokkijken. Ja? En Luxie ook mee helpen. Luxie? Luxie ook mee helpen? Nou, we gaan zelf ook eens eventjes over de kerstmarkt lopen. Kijken of er nog leuke dingetjes zijn en wat we allemaal zien. Maar Luxie, wat zien we hier? Kijk, dit is een hele ouderwetse auto. Een oldtimer noemen ze dat dan. Ja, met een kerstboom op het dak. Het is wel een beetje koud, hè jongens? Ja. Het is frisjes, het sneeuwt niet, maar het is een hele schille koude winter, jongens. Hij is erbij. Maar we lopen gewoon even hier gezellig over de kerstmarkt en kijken naar alle leuke kraampjes. Hier dat, met schaapjes, hallo. Hoi. Mooi hoor, zelf gemaakt? Ja. Prachtig. Zo doen wij die na, hè, kinderen. We hebben het ook geprobeerd, maar het zag er niet zo uit. Oké, ze zit goed vol, ja. Ja, heel mooi. Ik moest dit. Wat is dat? Wat hebben jullie gekregen? Even vragen wat het is. Hallo, wat is dat? Dat is gedroogde ananas. Gedroogde ananas, zal ik proeven? Ja, zeker. Oké, en dat eten ze in Afrika. Ja, in Mozambique. Ja, lekker? Hij proeft echt wel zo. Wat is het? Ananas, uit Afrika. Moet je ook een stukje? Maar ik denk niet dat ze dat wil, nee. Maar ik vind het best lekker eigenlijk. Ja, dat is gewoon echt heel veel slecht. Ja. Zo, en dan lopen we hier nog even langs. Kijk, je hebt ook allemaal lekkere dingetjes gemaakt. Hallo. En hele mooie kaarsen. Ik zou je bijna niet aansteken omdat ze zo mooi zijn, zie je dat? Het brandt goed hoor. Het brandt, oké. Wel getest, oké. Ik denk, daar heb je al lekkere hapjes. Voor als er een baby is geboren, ideetjes. Zie je dat? Hoi. Oeh, lekker. Wil je er ook een mee? Ja, nou, ik was aan, dan kun je vast aanmelden. Voor vierde kindje? Gaan we voor vierde kindje? Nee hoor. Wat is dat? Kijk, een paard. Zien jullie dat? Jouw lievelingsdier, ja? Yeah. Oh. Mogen we mee? Ja? Oh, we mogen mee. Kijk, dat is leuk. Nou, kerstman en kerstvrouw, die gaan met ons een rondje rijden in de wagen. Zo. Nou, horen jullie de hoefjes, Lucilla? Liggen die? Hop, hop. Oh, op Ja, op Oosterstel. Ja. Ja, ja. Dit is niet Oosterstel, denk ik. Die zit in Spanje. Ja, dat is een andere Oosterstel van de kerstmarkt. Ik zie al, denk je, dat het paard zit er natuurlijk. Ja. Ja, dat is echt een cowboy. Ja, lekker stil. Is dat jouw paard die ervoor staat?
Oké. Okay. Spuitje rijden, ja, hoor je dat? Man. Zitten we in die koets, Luxie? Hier. Gelukkig hebben we wel de warme zak mee. Dat is wel een beetje frisjes. Maar de zon die denkt, ik ga het zien. Ja, gaan we langs het kasteel zitten. We gaan niet naar Amsterdam, jongens. We blijven hier gewoon in Oosterbroek, Oosterwolde, hoe heet het hier? Oosterwolde. Dat nooit van gehoord. Wel een naam, Oosterbroek. Ik denk je dat is een plek. Ja, weet niet. Ik denk ook maar wat. Zo, nou, dat was mooi. Hey, dat was mooi, hè? Wat zeg je dan? Dankjewel, hè. Bedankt, hè. Even op haar wedkamp, vind je Alexie? Ja. Gezellig hoor. Zijn applaus. Gezellig, hè? In de mooie weilanden. Waar zijn jullie geweest? Vertel eens, wat hebben we gedaan? We zitten op een paardenkoets. Ja, we hebben een rondje gereden door Oosterwolde op een paardenkoets. En Luxie, ja. En nu weer hier. Zo, gezellig. Oh, dat is mijn kussen. Springen! En opa houdt je erin, hè? Opa houdt je erin. Verkocht, jongen? Ja, weet je wat leuk? Wat heb je verkocht? Als iemand zegt, hoe duur is dit? Anders vind ik het leuk om te zeggen. En wat zeg je dan, hoe duur het dan is? €5 of dit €2. Oh. Ja. Je moet een foto maken van opa Bama. Oh. Oké, okay, daar gaat ie. Nou, even een fotosessie. Kijk eens. Ja, daar komt ie. Dag. Ja, op de markt was altijd. Ja, speelgoed te koop. Het oude Belgische speelgoed te koop voor het goede doel. Je moet er natuurlijk wel ergens van hebben. Dat is wel. Dat is een goed doel, hè? Ik zei tegen die kleine dochter van jou, ja graag. Ik wil het graag over doen, hè? Dan kost je dan €5 die foto. Dan gaan we naar mama toe. Ja. Oma hebben we gedaan. Dat is wel. Anders jou doet de koffie, oma doet de gitaar. Zalig kerst. Ja. Ja, met dat stokje. Luan, ga je mee? Sander en opa blijven bij de kraam. Gaan wij nog even zitten. Zalig kerstfeest, Sander. Zo, nou, opa. Ja, dat komt Priscilla. Oh, dat komt Priscilla. We gaan nog even op visite bij tante Sjane. Priscilla, voor mijn oude zonneschoolvriendin. Oei, ik groei. Zesde kindje, hè? Ah, maar dat hoeft niet. Hoe heet het baby? Ze heeft mama al ingehaald. Sifra, hallo Sifra. Ja, wauw, Sifra. Kijk eens nu aan. Sifra. Dat is baby Sifra. Ben je Sif?
En baby Sivka. Gezellig. Nou, dat is echt een reunie zo, hè? Tante Sjaan legt het ook vast op de foto's. Zie je wel van wie ik het heb geleerd. Op naar het huis van familie Achteres. We gaan nu nog even op visite bij familie Achteres. Waar papa vroeger al verspeelde toen hij zo klein was als Luan. Ja. Goedemiddag. Moeten we hier ergens zijn? Even een klein stukje. Tot zo. Doe rustig aan. Doei. En hier gaan we op visite. Maar het staat een huisje van familie Achteres. Oh, bij tante Sjaan. Wat wil jij? Ik heb de gele, en de gele is voor jou. En de roze is voor Lucia. Lucilla. En is voor jou. Luxus. Wat wil jij? Schande. Ja, wat is dit? En Michel was haar zoon, even oud als mij. En dan gingen we dan logeren in de teuvelhok. Darten, ja. Oh, dat bedoel ik. Gezellig met alles, ja. Maar nog steeds paper nodig. Oh, nou, hebben jullie geluk. Nou. Gezellig zo, hoor. Ja, en de vlog, tante Sjaan, is het nu nieuwjaarsdag. We lopen 11 dagen vooruit. Nee, echt? Dus het is vandaag, ja, gelukkig nieuwjaar, tante Sjaan, in de vlog. Nou, allemaal gelukkig nieuwjaar en gezond samen zijn. Ja, gezellig, hè. En we gaan zo meteen met de gitaar nog liedjes zingen, Leon. Ja. Zet de kloot zijn jij eruit. Zet de groen los. Begin voor nog veel meer. Zo deed ze dat vroeger ook toen ik zo klein was als jou. Mama en tante Sjaan, ja. Even goed. Mama, zing mee, hè? Zullen we twee stemmen doen? Jij de eerste. Dank u, Jezus. 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 Dankjewel, tante Sjaan, voor de visite. Mooi liedje voor het 2020 jaar kunnen we niet hebben. Dankjewel, hè. Ja, lieve tante Sjaan. Bedankt voor de warme thee. Doe. Tot de volgende keer. Doe. Hey, Lixie, zijn we lekker thuis? Chillen met onze billen. Kijk dan, alle bagage. Goed zo, grote zoon. En we zijn weer thuis. Ze loopt in slaap gevallen, hè? In ons knushuisje op de prairie. Hoe is dat je? Wij zijn weer lekker thuis van de kerstmarkt. Het was hartstikke leuk om even opa en oma mee te helpen voor Christ Hope met al het speelgoed. Wat we aan hun hebben gegeven voor het goede doel. Wat heb je daar, liefie? Een papiertje. Lucilla die zit weer heerlijk in haar eigen plekje, in haar eigen elementje. Lekker even een boekje te kleuren. Daar is ze helemaal gek op. Vooral zo'n boekje. Oh ja, het topmodels, hoe noem je dat? Kijk, dat is deze. Fantasy models. En dan kan ze van die poppetjes kan ze zelf plakken met stickertjes. Hè? Dan kan je zelf outfits bepalen. Dat vindt ze heel erg leuk om te doen. Luan heeft weer de muziekjes opgezet. En we hebben ontdekt dat K3 een nieuw nummer heeft. En dan gaan we lekker dansen. Nou, mee dansen? Zing lekker mee. Zing lekker mee. Zing lekker mee, zegt hij. Ik ken hem alleen nog niet, jongen. Ik weet al niet hoe die gaat. Maar hij klinkt wel lekker. Mega super de bom.
Tegenwind. Zo, ik sta lekker pannenkoekjes te bakken, want we eten lekkere pannenkoekjes. Hebben jullie er zin in? Ja! We hebben er al heel wat gebakken, kijk. En ik ben met de allerlaatste bezig. En dan kunnen we zo aan tafel. De pannenkoekjes, die zijn klaar. En daar gaan wij zo lekker poederpret op doen. En over poederpret gesproken. Ik kreeg een heel erg lief briefje van lieve Marleen. Dus Marleen, als je briefje, of als je dit ziet, ik heb je brief gelezen. En zij zegt namelijk, hoi, mijn naam is Marleen. Ik word ook vaak Leentje genoemd. En 2 jaar geleden ben ik toevallig de gekleurde poedersuiker Leentjes Poederpret begonnen. Hoe leuk was het voor mij om van een klasgenootje van Bo, mijn zoontje, tijdens het luizenpluizen te horen dat onze poederpret werd gezien in jullie vlogs. Natuurlijk ben ik even gelijk gaan terugkijken en wauw. Wat een leuke aandacht voor onze poederpret. Super lief. Ja, wij hebben inderdaad poederpret voor op de pannenkoeken. Omdat Luan en Lucilla het gewoon super leuk vinden om gekleurde poedersuiker op hun pannenkoek te doen. Dat heb ik gewoon gekocht in de supermarkt. En ja, dat heb ik toevallig gewoon zo door beeld laten komen. En zij zag dus haar eigen product in onze vlog. Ze vond dat zo leuk. Dat ze al haar producten van poederpret heeft gegeven. Om als een soort bedankje, zeg maar. Terwijl het niet echt een betaalde opdracht of zo. Maar het was gewoon een spontaan iets wat in de vlog voorkwam. Dus Marleen, bij deze, als je dit ziet, super lief van je. Ze heeft ook de andere poederpret productjes gegeven. Dit zijn allemaal leuke kleurtjes nog. En hier ook. Allemaal leuke strooidingetjes. En nog 2 stroopjes. En wat nou het leuke is van deze poederpret, is dat het ook echt 100% natuurlijk is. Dus ondanks dat het eigenlijk een beetje ongezond is, pannenkoeken met gebeuren, heb je toch nog een soort van compensatie omdat het 100% natuurlijk is. Mama. Goed? Mama. Ja? Ik ga deze je mag alles proberen. Nou, eerst eens even een pannenkoekje op jullie bord. Ja. Tas toe, kinderen. Tas toe. Alle kleurtjes die bij de poederpret staan. Oh, dat zijn er heel veel kleurtjes. Ja. Ja, Luxie. Wat Luxie ook. Goed zo. Nou, eet smakelijk. Dank je. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Tot morgen. Voeg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom boom mee, geniet je echt het meest.